Maarten Schoenhaker van het CDA, Frank Eetgerink van D66 en Leo Bosland van GroenLinks zijn donderdagavond in het gemeentehuis van Heumen geïnstalleerd als wethouders. Burgemeester Mittendorf voerde de beëdiging uit. De voordracht van kandidaat wethouder René Waas van de VVD is uitgesteld tot de raadsvergadering van 31 mei. Waas had de aangevraagde VOG-verklaring voor zijn wethouderschap niet op tijd ontvangen van het ministerie van Justitie. De voordracht wordt daarom verschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering. De drie wethouders vormen samen met burgemeester Mariette Mittendorf en gemeentesecretaris Dirk van Eten het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen. De taken van René Waas worden tijdelijk waargenomen door de andere collegeleden.